Hey hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Walibi Holland. Mijn naam is Scott en vandaag sta ik in Speedzone, het gebied wat deze winter helemaal is opgeknapt. En hier achter mij zie je Space Shot en we hebben een heel leuk idee met Space Shot, want na die badeenden en die waterdummies in Untamed hadden we nog een smakelijk idee, moet je opletten. Kom maar door met het voorwerp zou ik zeggen. Alsjeblieft. Dankjewel. Een lekkere slagroomtaart. Wij gaan beginnen aan Cake Shot. Ja, want wat hebben we nou gedaan? We hebben een speciaal platformpje laten maken door onze technische dienst. Dat hebben zij bevestigd aan Space Shot en daar staat die taart nu op. We hebben 3 slagroomtaarten. Taart 1, taart 2 en taart 3. En die gaan we dadelijk onder ieder een andere hoek lanceren. We beginnen helemaal plat, gaan dan iets verder schuin en dan nog schuiner. De eerste taart die gaan we horizontaal lanceren. Ik ga snel binnen staan, dan krijg ik hem in elk geval niet op mijn hoofd. Die eerste taart is geland, het gaf een enorme flats. Maar deze taart die gaan we onder een iets schuinere hoek lanceren. Oké, 2 taarten gelanceerd. De laatste taart nog iets schuiner. Oké, we beginnen bij taart 1. Die is hier neergekomen. Moet je kijken wat een bende dat geworden is. Maar ik hou hem er precies recht boven. En dan op het plankje. Dan is het 1,30 meter. Taart 1, 1,30 meter. Op naar taart 2. Oké, taart 2 is geland op 3,30 meter. Oké, tijd voor taart nummer 3. Die is geland op min 60 centimeter. Dat betekent dat we nu officieel weten dat taart nummer 2 het meest ver bij Space Shot vandaan is geland. Bedankt voor het kijken allemaal en hoi hoi! Wie heeft dit bedacht, jongens?